Hey, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag spelen we een potje Kill Confirmed hier op de map Skyjack, oftewel het nieuwe jasje van Hijjack. Oh, ik wou onder de grond lopen, maar daar zat dus blijkbaar een shotgun die me net heeft gekild. Dus die gaan we dan ook maar eventjes opwachten als hij hier naar boven komt. Als het goed is moet hij ook hier komen en daar kwam hij ook, dus ik heb hem lekker gekild op dit moment. Je kan natuurlijk via deze kant hier in de stuk komen, maar je kan ook via hier erin komen, wat hij dus nu ook deed. Maar wat ik nu ga doen, is via hier eruit, want ik verwacht sowieso dat hij er dadelijk weer hier in gaat komen ofzo. Ja, teammate, pak jij mijn tech maar. Je moet altijd gewoon op deze map, altijd even naar de kantjes kijken, waar je denkt dat er nooit iemand zou zitten. Zoals je net ook zag, zat weer iemand. Als het goed is, spannen ze hier. Ze spelen allemaal met shotguns, though. Daar moeten we wel eventjes op letten. Ik speel bij de mee met de CUDA. Met Rapid Fire en Extended Max. Dan heb ik ook nog Asterix UAV. De Counter UAV. En de Hater. Ik ga expres even hier liggen. Ik ben weg hier. Dat weet ik wel. Ik ben weg. Doei. Klim hier maar weer mooi naar boven. My kill. Oh, de enemy had hem ook nog. Wauw. Hij had dus een brace knuckle. Terwijl gewoon een boksbeugel. In mijn rug. I know it, guys. Ik heb een hater. Let's go. Oh, ik ben dood. Oh, jammer. Kan natuurlijk mijn hater binnen. Ik hoop niet dat hij eruit wordt geschoten. Lijkt er wel op. Wat een geluk! Wat een lucky bitch ben ik. En naar binnen. Oh my god, jongens. Dit is niet meer gezond. Geef me die tags. Dat was niet meer gezond toen ik die ene gozer had gepakt. Woe! Kijken of we een nieuwe hater kunnen halen. Roep gewoon mijn counter erin. Dat ik niet meer te zien ben op de minimap. Ik speel natuurlijk wel met Ghost. Voor het geval dat als ze wel een UAV of iets dergelijks halen. En ik was stuk tegen de muur. Jammer. Hij had wel die kill mooi opgepakt. Oké, maar Telen heeft hem nu. Dus ik heb mooi mijn site ingekald. Oh, er zat één links van me, één voor me. Dus ik kon hier heel weinig, maar dan ook echt heel weinig doen. Ik had sowieso wel doodgaan, denk ik. Anders. Let's go. Mijn manier om deze enemies daar altijd in het huis te pakken. Gewoon via een van die raampjes naar binnen te schuiven. Dat zien ze niet zo 1, 2, 3 aankomen natuurlijk. Die stuns zijn zo kut in dit spel. Ik zie helemaal niks nu. Nu wel. Het zit hierboven. Of toch niet, zit gewoon hier beneden. Oeh! Wat de fuck kwam er daar uit mijn mond? Ik heb bijna een nieuwe hater. In mijn rug! What the fuck? Die shotguns zijn echt eigenlijk wel iets te overpowered in dit spel, vind ik. Althans, bepaalde shotguns. Zoals de Brekkie en de hoe heet dat ene ding ook weer? De Haymaker. Die vond ik persoonlijk ook wel iets te sterk en dan word ik neergemaaid door een ripper terwijl die ineens achter mij aankwam. Oh, gelijk opletten als ik span. Kutstun. Ja, ik zie niks. Je ziet helemaal niks, hè. Het is echt te overpowered stun is dit gewoon. Lekker glitch, jongen. Zat je lekker te glitchen. Hij zat echt op die glitch daar zo. Maar die stun moet je echt patchen, man. Dat je tenminste nog wat ziet. Want jullie zien zelf ook wat opname. Je ziet er gewoon helemaal niks meer door. Oké, laat maar even deze gozer hierboven killen met de brekkie. Jezus, hoe heb ik dit overleefd, jongens? Hoe heb ik dit overleefd?
Ga met mijn Kuda terug. Vraag me niet hoe ik dit heb ge... En dan overleef ik dit niet! Nee! Fuck my life! Gewoon blijf doorsprayen. Call of Duty, niemand mag je. Oké, okay, lekker teammate heeft een hater. Teammate, ik hou van jou. Ik hou echt van je. Een keer een teammate die het snapt. Een keer een teammate die weet. Hallo. Hoe die Call of Duty moet spelen, ik ben weg hier. Oh. Kom maar, kom maar, kom maar. Wel, jij zit beneden! Fuck! Fucking hell. Dat is hier ook een. Oh, heatwave. Ik ga door zoveel bullshit dood nu. Oh, ik had echt een paar deaths kunnen besparen nu. Ik sta 30 om 11. Geef maar die twee tags. Snel hier naar binnen duiken zo. Huppakee. Zijn we weg daar? Kom maar, kom maar, kom maar. What the fuck? Oké, payback is een bitch. Kom maar. Mooi zo. Kijk, het domste wat je kan doen in Call of Duty. Is daadwerkelijk. Achter je enemy aangaan als je dus al gehit bent. Dus als ik bijvoorbeeld hier iemand kill in deze deuropening. En dan er nog achteraan ga bijvoorbeeld. Of nee, wacht. Ik zeg het verkeerd. Ik word gehit. Dan moet je eigenlijk gewoon zorgen dat je wegloopt. En niet achteraan gaat hollen. Dat doen de meeste mensen. Ik doe het zelf ook vaak hoor. Maar dat zorgt gewoon voor meer deaths. En als je een potje zoals dit speelt. Wil je juist weinig deaths. In mijn rug weer. Ah, jongen, het is zo kut. Ik speel laatst uit zonder Sixth Sense meer. Omdat ik het niet echt toegevoegde waarde vind. Want het enemy moet echt heel dicht op je staan. Wil je dat Sixth Sense al gaat? En aangezien ik een Astro heb, waar ik ook wel goed mee kan sound horen, is het niet echt nodig dan om Sixth Sense aan te hebben staan. In my opinion. Waar is die? Waar is die? Fuck! Ja, het is nog wel een lekker potje. Het is nog een lekker potje. Vind ik. Ik weet dat er natuurlijk mensen zijn die veel meer gekkere dingen neerzetten. Ik heb toevallig dit weekend ook nog twee nucleus op de map Reis gehaald en eentje op Sky of op Splash. Dus let's go. Dit potje zit erop. Een lekkere final kill cam. Die gaan we even terugkijken. Ik weet niet of het een triple is, maar voor mij een dubbel. Sowieso dubbel final kill cam. Dat moet wel zeker. Eén. Nee, dit is een dubbel final kill cam. Kijk maar, een turner cam on. Zo. Nog een mooie hipfire into mijn scope fire. What the fuck, zei ik. Maar, mocht u nog genoten hebben van deze video, laat even een blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk 80 likes zou awesome zijn. Dus laat nu je blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. Ik hoop jullie ook te zien bij de video die morgen weer om 3 uur precies natuurlijk online staat. En ja. Zoals al gezegd, bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer jongens. Doei.